Deze week in het Superkids Paasjournaal. Avonturier heeft een duizelingwekkend avontuur meegemaakt. Kijken we naar een recept voor een paasontbijt. Vandaag zoete haasjes. Gaat de paashaas zoveel mogelijk eieren proberen vast te houden? Superkids, wat denken jullie? Worden dat meer of minder dan 15 eieren? Wie denkt meer? Wie denkt minder? Nou, of dat hem lukt, zien we later. Welkom bij het Superkids Paasjournaal. Welkom allemaal. Welkom gasten aan tafel. We zien een bekend gezicht, avonturier. Van harte welkom. Hallo daar. Leuk dat je er weer bent. Maar we zien ook een nieuw gezicht. Stel je even voor. Goedemorgen. Ja, ik ben de detective en dit is mijn eerste keer hier. En ik zie al zoveel wat ik kan onderzoeken. En ik zoek altijd alles tot op de bodem uit. Dat is en wie zoekt, die zal vinden. Ja. Hey, maar ik zie hier een avonturier helemaal uitgedroogd. Ik schenk nog even wat water voor je bij. Gaat ja, alles goed? Ja, dankjewel. Nou, Kirsten, het was weer zo'n gruwelijk avontuur. Ik heb meegemaakt, maar gewoon een beetje bijkomen hoor. Poh. Ik ben heel erg benieuwd. Vertel. Nou, dit keer was het mijn vader die me op pad heeft gestuurd. Natuurlijk best wel uniek. Ja. Die zei van, joh, wil je voor mij naar een eiland gaan om daar iets heel belangrijks op te halen? Ja, natuurlijk een groot avontuur. Ja, avontuurlijk ga ik dat doen. Ja. Dus hij stuurde me naar Paaseiland. Kijk, daar heb ik dit opgehaald. Wauw. Kijk. Wow. Dat heb ik nog nooit gezien. Dit is uiteindelijk wat ik heb gevonden. Wat bijzonder. En ik moest daarvoor dus helemaal naar Paaseiland toe. Dit is een plaatje heb ik meegenomen. Misschien ken je het wel van die grote beelden. Ik wou zeggen, dat lijkt wel gezichten. Maar het was zo'n avontuur. Dat eiland ligt dus midden in de zee. Wel 2000 kilometer van andere eilandjes vandaan. In the middle of nowhere. Er zijn allemaal van die grote gekke beelden op. En daar moest jij dus heen. Ja, ja nou, en het was best een beetje spannend. Ja. Het was ver. Ik kon gelukkig wel nog met de walkie-talkie contact houden met mijn vader. Oh, dat is fijn. Dus ja, je zag het al op het plaatje. Er zijn ook best wel bergen daar op dat paaseiland. En ik moest daar bovenop klimmen. Ik vroeg me, joh, pa, waar is dat ding dan over? Ik wist nog niet precies wat ik op moest halen. Nee. Hij zei van, nou, kijk nog even wat verder bij die andere beelden. Daar wat verder hoger op die berg. Er zijn wel 600 van die beelden op dat eiland. En hij zei van, nou, volgens mij is het nog ietsje hoger. Maar het was super spannend. Oeh, ja. Hoe voelde je daarbij eigenlijk? Ja, een beetje bang, want ik wist wel dat ik het had beloofd aan mijn vader. Maar hij zei van, joh, hey, pa, weet je wel zeker dat het moet? Als het even kan, dan ga ik liever stoppen. Want ja, ik was wel bijna, denk ik, nog nooit zo bang geweest. Bijna? Het klinkt alsof je doodsangst hebt uitgestaan. Ja, avontuurlijk. Eigenlijk heb je ook wel gelijk. Maar ik heb wel eens iets gehoord van iemand die zelfs zo bang was dat hij bloed moest zweten. Bloed zweten? Oh. Hé, met die drosis bedoel je? Dat betekent dat iemand zoveel overmatige stress heeft dat ze dus bloed gaan zweten. Ik heb dit zeker weten gelezen. Even zoeken hoor. En wie zoekt, die vindt. Ah, hier. Oh. En hij begon vuriger te bidden. Hij was zo verschrikkelijk bang geworden dat het zweet hem uitbrak en als grote druppels bloed op de grond viel. Ja, inderdaad. De hematidrosis. Oh, okay. Nou, ik ken dat verhaal wel. Tof dat jij ook zo'n boek hebt trouwens. Ik heb hem ook meegenomen. Ik ken dat hele verhaal. Vertel. Zal ik dat eens voorlezen? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Nou, het staat als volgt. Jezus verliet de stad en ging zoals altijd naar de Olijfberg. Zijn leerlingen gingen met hem mee. En toen ze daar aankwamen, zei Jezus tegen hen, bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen door wat er gaat gebeuren. En daarna liep hij een stukje bij hen vandaan. Daar knielde Jezus neer en hij begon te bidden. Vader, laat u mij alsjeblieft niet de beker van uw boosheid leeg hoeven te drinken. Maar ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. En een engel kwam bij hem en hij gaf Jezus kracht. En toen bad Jezus nog vuriger. En Jezus werd zo enorm bang dat de zweetdruppels die op zijn hoofd stonden veranderden in bloeddruppels en op de grond vielen. Toen Jezus klaar was met bidden, stond hij op en hij ging terug naar zijn leerlingen. Maar die leerlingen die waren in slaap gevallen. Toen hij ze wakker had gemaakt, vroeg hij, waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen. Oh, wauw. Als inderdaad die teksten jij ook had gevonden. Ja. Hey, en uit het verhaal horen we eigenlijk dat bidden kracht geeft. Avonturier, was dat bij jouw avontuur ook het geval?
Ja, ja, natuurlijk. Ik bedoel, anders had ik het echt niet gered. Gelukkig had ik nog contact met mijn vader. En zo kon ik toch dit avontuur inderdaad tot het eind brengen. Hé, maar jongens, wat moeten we nou met dit ei? Pas op. Voorzichtig. Oh. Dat heeft bijna mijn leven gekost, dat ding. En dat is superbelangrijk voor mijn vader. Nee, sorry. Netjes recht zetten. Ja, dan moet hij wel recht. Maar dan moet hij... Jongens, misschien is het een idee als we het ei gewoon hier laten staan. Want ik denk bij jou in de kist dat dat misschien ook wel kapot gaat. Ja, en hier staat hij gewoon veilig in het midden. Kan er niks gebeuren. Blijft hij gewoon heel. Prima. Ik denk dat wij ondertussen wel even naar de keuken kunnen gaan. En dan gaan we zien wat we klaar gaan maken voor het paasontbijt. Welkom, Superkids. Wat fijn dat jullie er zijn. We gaan vandaag wat moois maken. Ik sta hier in de keuken en we gaan beginnen met het maken van zoete haasjes. Denk je, oh, dat is lekker? Nou, dat is het zeker. Daarvoor hebben we een aantal dingen nodig. Allereerst een mes. Een aantal stukken bladerdeeg. Een klein beetje bastardsuiker. En kaneel. We gaan beginnen met het snijden van het bladerdeeg. Pakken een mes. Maak er een mooi lijntje van. En dan hebben we ineens twee stukken bladerdeeg. 1. En dat is 2. Die plak je weer aan elkaar. Deze opzij. En die druk je goed vast met je vingers. Zo, net als dit. Dan krijg je 1 lange sliert van de bladerdeeg. Wat je dan doet, is dan leg je hem zo neer en dan ga je hem oprollen. Pak je zo de rand en dan rol je hem zo helemaal op. Totdat het een hele lange sliert wordt. Kijk, dat is hem. We hebben nu de bastardsuiker nodig. We pakken een beetje bastardsuiker. Kijk, kun je lekker op de aanrecht laten vallen. Wordt een beetje een kliedeboel, maar dat komt helemaal goed. En dan pakken we een beetje kaneel. Die strooien we eroverheen. Zo. Zodat het wat lekker veel is. Dan hebben we een mooi mengseltje van bastardsuiker met kaneel. Dan pakken we de sliert. En dan rollen we die zo door de bastardsuiker heen. Zo. En dan krijg je een hele lekkere, lange, zoete sliert. Zie je dat? We hebben nu de sliert zo hangen. Die leggen we goed neer, op deze manier, en dan gaan we vlechten. Dan gaan we de ene uiteinde gaat over de andere uiteinde en dan gaat de volgende nog een keer eroverheen. Dan draai je de oortjes naar binnen toe en dan knijp je ze een beetje fijn. Nou, dan krijg je dus een heel mooi haasje. Zo, heel goed. En dan gaan we in de oven schuiven. En dan zit hij in de oven. En dan is het puur wachten. Hij zit op 220 graden. Niet vergeten. En ook niet te lang, want anders wordt hij zwart. Hij is klaar. Pak even een theedoek of een handschoen, overhandschoen. Want het is wel heel warm. En kijk eens. Een heerlijk zoet haasje. Oh, dat ziet er goed uit. En hij is heel warm. Ik heb er zin in. Nou, we gaan weer terug naar de studio. Dag! Oeh, dat ziet er lekker uit. Ik ga dat ook uitproberen. En Superkids, wil jij dat ook doen? Dat kan. Het recept vind je op onze social media kanalen en op YouTube. En dan nu het korte nieuws. Wij kregen deze week een video ingestuurd van Luc uit Campus Zwolle. Hij heeft speciaal voor jullie iets opgenomen. Kijk maar mee. Wat een mooi nummer bij het thema van vandaag. God zal ons nooit laten vallen. Hij is altijd bij ons en zijn liefde voor ons faalt niet. Dankjewel voor het insturen, Luc. Hey, Superkids, wij zagen net de video van Luc. Maar jullie hebben gestemd in de studio over hoeveel eieren de paasaas kan vasthouden.
5 mensen in de studio stemden dat de paashuis meer dan 15 eieren kon vasthouden. Maar is dat hem ook gelukt? Laten we gaan kijken. Kijk, wow. Dat is hem inderdaad gelukt. Dus helaas hadden de meeste kinderen het hier niet goed. Al liet hij er wel aan het einde een paar vallen. Maar goed, nu het weer. Het is een krachtige wind, dus om van A naar B te komen raad ik aan geen paraplu mee te nemen. Dus ik hoop op geen neerslag. Verder is de verwachting over het algemeen overwegend bewolkt. Hierdoor heb je misschien zin om overdag een slaapje te gaan doen. Maar dat is een slecht idee, want het is belangrijk dat jullie alert blijven. In het gehele land toenemende kans op paaseieren. Dit was het Superkids Paasjournaal voor deze week. Volgende week zijn we er weer en zitten de avonturier en de detective weer bij ons aan tafel. Tot dan! Doedels!